Goedenavond, we zijn hier bij het stadhuis. Maar ik sta hier naast Maarten van Ooyen, wethouder voor de ChristenUnie, als jullie dat nog niet wisten. Maarten, kan je jezelf even voorstellen? Zo, we zitten wethouder voor de ChristenUnie in de gemeente Utrecht. Ik ben wethouder voor, eigenlijk een beetje huiselijk gezegd, zorg en welzijn. En niet te vergeten, asiel en integratie. Daar had ik eigenlijk wel wat vragen voor je. Hoe zorgen we nou als gemeente voor die goede opvang voor de nieuwkomers die hier komen? Iedereen heeft daar een mening over. Er komen 20 of 50 of 100 asielzoekers binnen. Mm-hmm. En er zijn zeker 100 meningen te vinden over wat we daarmee doen. Het belangrijkste is dat als er iemand binnenkomt, dat je vanaf dag 1 bezig bent met de integratie. Dus niet pas zodra iemand een status krijgt. Nee. Niet pas zodra iemand in het asielzoekerscentrum zit. Nee, vanaf dag 1 aan de slag. Ja. En dat is heel ingewikkeld. Niet zo makkelijk, maar dat is wel onze focus, onze uitdaging. Hartstikke goed. Een andere vraag die ik daarop had was eigenlijk, wat zijn nou jouw plannen, hè? Als het gaat om de taak die we hebben om nieuwkomers hier op een goede manier te laten begeleiden enzovoort. Ja, wat zijn jouw plannen? Ja, leuke vraag. En wat ik vind dat daar het allerbelangrijkste is, is dat we niet meer alleen denken aan taal, maar taal altijd in combinatie met andere dingen. Zoals? Een opleiding bijvoorbeeld, dat is natuurlijk hartstikke goed. Maar stel dat dat niet lukt, iemand is bijvoorbeeld al wat ouder, dan kun je zeggen, noem het taal in combinatie met vrijwilligerswerk. Alleen maar die 3 middagen of 4 middagen of een ochtend en een middag, noem op naar school en daarna thuis, dat is geen tienburger. De laatste vraag. We vinden natuurlijk als land Nederland dat wij hen veel kunnen leren. Ik denk ook dat het wel eens andersom is. Wat vind jij ervan? Wat kunnen we leren van de nieuwkomers die bij ons komen? Dat is een vraag die ik niet zo vaak krijg. Meestal is van, we moeten zich aanpassen aan dit en met dat en mijn zus en mijn zo. Ja. Wat vind ik dat we kunnen leren? Nou, een paar dingen. Allereerst doorzettingsvermogen. Oh, als ik zie wat voor moed en wat voor doorzettingsvermogen er is om in Nederland het succes te maken van het bestaan. En daar kunnen echt mensen in Nederland wat van leren. Ja. Trouwens, Rachel heeft tenminste net zulke goede ideeën over asielintegratie. En zij zegt altijd, onthoud ik heel goed, hè, want zij is uiteindelijk de baas. Ze zegt taal, taal, taal. Zeker, zonder taal gebeurt het niet. Nee, verbinding. En ik ben het helemaal met haar eens. We gaan het zien. Tot binnenkort weer.